Hallo allemaal, jullie zien het, ik heb een Nintendo Switch gekocht. Ik heb de Splatoon editie met de Neon Joy-Con controllers en er hoort nog iets bij. Ik heb ook nog deze twee games gekocht, ARMS en Switch. En nou ja, ik was toch in de speelgoedwinkel. Heb ik een extra minisbal gekocht, want de minisbal die had ik nog nodig, want ik heb er nog maar één. En twee uitpakken is leuker dan één uitpakken. En mijn vrouw heeft ook nog dit en dat... Nou ja, het past natuurlijk ook heel goed op mijn kanaal, maar Unicorn Putty. Ze heeft twee kleuren, ik weet niet wat ze ermee gaat doen nog. Nou ja, uitpakken en laten zien natuurlijk, maar dit is, hier staat slijm, hier staat putty. Ik weet niet wat het is, ik had er eigenlijk zelf ook wel een kunnen hebben, maar ja, unicorns is meer mijn vrouw's ding. Dus die hebben we ook nog. En wat wij nu gaan doen nog, is wij gaan niet deze twee nu openmaken, deze twee gaan we wel... binnenkort laten zien op het kanaal. Want One to Switch schijnt heel leuk te zijn. Ik weet niet hoe ik dat ga laten zien. Want dat is een spel wat je eigenlijk samen speelt. En dan in één keer met gekke bewegingen en zo moet doen. Dus dat is wel leuk. Maar zoals jullie weten, wij komen niet herkenbaar in beeld. Dus dan moet ik mijn kinderen misschien gaan ze doen. Ze hun Spider-Man en Kylo Ren masker op. Dat weet ik niet. ARMS kan ik wel laten zien. Dat lijkt mij een heel cool spel. Ik heb maar één set Joy-Cons en die zit hierin. De andere Joy-Cons die zijn eigenlijk nog niet echt makkelijk te kopen. Want ik moet nog een extra set erbij kopen. Maar voor nu, wij gaan kijken wat er hierin zit. Yep. We gaan hem openmaken. En nou ja, even kijken hoe gaat die open. Er zitten hier trouwens overal stickers op. Maar ik ben niet gesponsord door die speelgoedwinkel. Maar daar was hij toevallig... te koop. Hij lag in de winkel en ik dacht, weet je wat, ik neem hem mee. Ik ben er onwijs lang over aan het twijfelen om het te doen. En mijn vrouw, juf Jannie, zei van, ja, doe nou maar gewoon. Want het is leuk voor je kanaal. Dit is het. Dit is eigenlijk, kijk, nou, ik niet mezelf in beeld zetten, maar dit, je kan hier een beetje zo omheen kijken. Het is heel reflecterend, daar is een lamp. Maar dit is de Switch. Kijk, je ziet het ook op de achterkant. Het is een hele grote DS. Het is of een hele kleine tablet. Ik weet niet hoe je het wil zien. Maar aan de zijkant zitten sliders. En nou, het is een heel reflecterend oppervlak. Dus daar moet ik even mee uitkijken. Zo is het dan. Kijk, dan valt het wel mee. Deze gaat even opzij. Dat is de Switch zelf. Dat is de console. Nou, het is niet echt een console meer. Het is een tablet. De Switch is namelijk draagbaar. Dit zijn de twee Joy-Cons. En wat zijn die dingen klein. Hiermee verwachten ze dus dat je... Hoe gaat dit werken? Dit zijn echt mini-controllers. Wat zijn dit? Zijn dit controllers voor mieren? Ik weet het niet. Ze zijn echt klein. Ik haal ze eruit. Ik vind de kleuren wel cool. Een vriend van me die heeft ze in het grijs. Die vond hij mooier. Ik vind ze eigenlijk, als ik ze nu zo hier zie, vind ik het eigenlijk wel cool. Ik ga ook de gele versie en... of rood en geel is het volgens mij, zijn de andere kleuren. Wat zit hier nog meer bij? Even kijken. Nou, dit moet ik even zorgen dat het niet in beeld is, want dat is mijn downloadcode voor Splatoon 2. Die ga ik wel al gebruiken voordat dit online gaat, maar gewoon voor de zekerheid. Dan heb ik hier een apparaat. En een vriend van me heeft me dus verteld waar dit voor is. Het schijnt dat ik dit moet doen. En ik geloof dit moet doen. En dan heb je dus een... Pro controller eigenlijk heb je nu. Kan ik hem goed gebruiken? Oké, dit zijn de toetsen. Dit, plus, min. Nou, dit werkt. Dit voelt ook redelijk prettig aan. Hij is redelijk groot. Wat ik nog niet gekocht heb en wat ik nu ook niet weet hoe ik dat moet doen, is even kijken. Oh, kijk. Hier aan de onderkant zit een knop. Die kan je indrukken en dan schuift hij eruit. Er zit nog iets bij. Nou, dit is een kabel, USB-kabel. De adapterkabel is niet zo heel spannend. Dit zocht ik. Dit is wel interessant, want dit moet er op. Kijk, dan ziet het er zo uit. En dan kan je dus met deze twee toetsen dat doen. Dat schijnt anders ook niet te kunnen. En dan weer dit knopje indrukken. Ik vogel het allemaal nu. Nou, misschien ook niet dat knopje indrukken. Oh, hier. Zo. Ik heb geen idee. Hoe krijg ik het weer los? Misschien moet ik hem zo meteen even een berichtje sturen van hoe ik dit weer er af ga krijgen. Want het zit vast. En dit zit ook vast. Ik pak gewoon de handleiding. Dit is de handleiding. Staat er iets in anders dan... Zo. Hier staat iets in... Oh, er zitten klemmetjes op de achterkant. Kijk, er zit een klemmetje.
zit er op de achterkant. Die gaat er uit. Zie je? Kan ik hem neerzetten. Dat is handig. Even kijken. Maar ik mis nog steeds een aantal dingen. Ik mis de dock. Dit is de dock. Zo. Kijk. Dit kan je neerzetten. Hier kan je allemaal dingetjes in doen. En hier gaat dan, als het goed is, kijken hoe gaat dat zo. Hier gaat hij dan in. En dan kan je hem op je televisie aansluiten. Maar, even kijken, dit is één. Hier zit er nog één. Dan gaan we even aan de onderkant kijken hoe zit dit vast. Hoe zou dit nou vastzitten? Want als dit, dit zou toch zo moeten. We schuiven hem er zo op. Klik. En we schuiven hem er ook zo af. Klik. Kijk, deze lukt. Nou. Ah, kijk, wat harder. Hier zitten namelijk knoppen, maar die kan je pas alleen gebruiken als je dit erop zet. Dus dit is, nu is de controller zo groot. Dit is nog steeds wel heel erg klein. Misschien moet je zo spelen. Ik weet het niet. Ik ga jullie later vertellen wat ik hiervan vind als ik er daadwerkelijk mee gespeeld heb. Maar ik vind ze wel heel klein. Echt heel klein. Met deze erbij is hij goed te doen. Dus dit is cool. Dit is de grote controller. Dit weer indrukken en zo eraf. Die gaat deze even hierheen. Dan raken we niks kwijt. Dan gaat deze even hierheen. Ja, ik pak deze nu alvast uit. De video, zullen jullie zien, is misschien veel eerder geüpload. Ik heb hem namelijk op een woensdag gekocht. Maar ik ga hem pas op een zaterdag online zetten, de video. Maar mijn zoontjes willen er natuurlijk ook graag meespelen. Dus heb ik hem nu even in de avond snel gefilmd, zodat zij morgenochtend meteen ermee aan de slag kunnen. Ga ik hem aansluiten en dan ga ik kijken ook of Splatoon 2 leuk is. Wat het doet, of het werkt. Ja, HDMI-kabels kunnen nooit kwaad. Hier is een USB-C. Kan je dat zien? Ja, een beetje lastig, maar dat is een speciale aansluiting. Die zit bij alle nieuwe telefoons tegenwoordig. Nou, dit was de Nintendo Switch Unpacking. Even kijken. Zo. Dit doen we zo. Even daarheen. Even hierin. Dit gaat allemaal naar beneden toe. En dan kunnen jullie de camera daar over het dak zien. Dit gaat hierbij. En dan was dit weer mijn unboxing video met Splatoon, Switch, of tenminste One-Two-Switch en Arms. One-Two-Switch lijkt me grappig. Ik ga hem gewoon filmen. We kijken of het er leuk uitziet. Arms is leuk. Leuk vechtspel. Nou ja, de Splatoon-code die hebben jullie al gezien, maar die is gebruikt. Misschien kan ik hem ook nog wel wegwerken of misschien snij ik het stukje er gewoon uit en dan krijg je een rare break. Dus als er een gekke springer in de video zit ergens halverwege, als ik hier een kaartje laat zien of zo, dan weten jullie waardoor dat komt, omdat mijn Splatoon-code in beeld was. Nou, dankjewel voor het kijken en binnenkort dus ook wat Nintendo Switch gameplay op GamerPapa YouTube kanaal. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden en misschien weten jullie wel leuke games ervoor. Oh, en trouwens even helemaal iets anders. Dit is Airwick. Wat zou ik met Airwick kunnen doen dat op mijn kanaal past? Zet het in de comments. Doe iets leuks mee. Tenminste, ik vind het leuk als jullie iets in de comments doen. Hier kun je op mij abonneren. Daar op mijn vrouw. Daar zijn leuke playlists. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!